Rosales. John. Inmiddels verlost van Labiat. Wijnaldum loopt nog een stukje mee. John zoekt ondertussen een plek om te gaan schieten. John! En die scoort! Omdat hij onderweg gewoon TSV'ers ziet afhaken. Denkt hij, waarom zou ik niet gewoon doorlopen met de bal? Net zolang tot ik een plek heb waarvan dan ik het een keer kan proberen. Ola John, wat een week voor hem. Bauma levert in. De Jong heeft nu ruimte. De Jong met Marcelo. De Jong. Op Willem Jansen. Die is zijn man kwijt. Het is 0-2 omdat Wijnaldum te laat is om dat te voorkomen. En de tweede serieuze tegenstoot van FC Twente betekent ook meteen de tweede call in Eindhoven. Manolev. Wijnaldum. Hutchinson. Toivonen. Gaat het nu met links proberen? Nee, dat doet hij niet. En 1-2 met Wijnaldum. Waarom geeft Wijnaldum eigenlijk terug? Want Wijnaldum, wanneer hij opendraait, staat op 16 meter vrij voor het doel van Michailov. Brama laat goed lopen. Wischeroff heeft alle tijd en alle ruimte om te schieten. Wischeroff maakt 0-3. Wel ja, dat kan er ook nog wel bij. En zo wordt langzaam maar zeker het drama voor PSV compleet. Hier is de hoekschop. Michailov probleemloos. En meteen op zoek met een verre trap naar Ola John. Maar nog even is die kwijt. John. John. En daar is 0-4. Wat een geweldige goal weer van FC Twente. Dit keer is het Luc de Jong die daarmee naast Bas Dost komt op de topscorerslijst van Nederland. En Twente ontmantelt PSV in drie kwartier voetbal. En dat levert vreugde op in Enschede en een enorm fluitconcert in Eindhoven. Marcelo en Douglas. Oh, die krijgt rood. Jonge jongen, die heeft net recentelijk laten weten dat hij zich wat meer inhoudt dan in het recente verleden. En die gaat er in de vijfde minuut van de tweede helft af met rood. Gelukkig voor hem houdt hij zich in zoverre in dat hij destijds in Alkmaar ook nog de scheidsrechter een duw gaf in zijn boosheid. Dat laat hij nu gelukkig achterwege. Maar Twente moet 40 minuten door met een man minder. Douglas is boos. Heel Twente is boos. Maar Douglas gaat eraf. Volgens de letter van de wet is het natrappen. Maar het is wel een harde uitleg. En Ola John maakt plaats. Hij maakte de eerste, bereidde de vierde voor. Het is triest voor hem, maar het is niet de gemakkelijkste keuze uiteindelijk voor een trainer. Om een van je beste voetballers er om deze reden te moeten afhalen. Mertens, Toivonen, 1-4. Nou, tiende minuut, tweede helft. PSV doet iets terug. Toivonen maakt zijn 14e. En PSV verkleint de achterstand een beetje. Toivonen met een prima kopbalgoal. Labiat. En oh, bal, wat een uithaal van Matas. De bal is binnen te houden door Willems. Wijnaldum. Mertens. Binnendoor, dat doet hij het liefst. En schieten. Mertens plaatst die bal. Oh, Wijnaldum, wat een kans. Hij raakt de bal niet vol op het hoofd. Waardoor hij voor lang schiet bij Michailov. PSV wisselt. Willems eraf. En een oude tukker komt erin. Jan Vernegoor of Hesseling. Ja, het is tijd voor ongebruikelijke maatregelen. En die worden getroffen door PSV. Lens. En oh, daar is hij bijna. Eerste actie van Jan Vernegoor. Levert bijna 2-4 op.
Labiat. Vennegoor in stelling, Matafs in stelling. De volgende hoge bal, missertje van Rosales. Kan. Rosales nog een keer. De Jong. Ver. Ja hoor, die kan zo rechtdoor steken. Ver, maar wordt hij achterhaald. Leroy Ver. Leroy Ver voor 1-5. Wat een geweldige actie van Leroy Ver. Die nu de felicitaties in ontvangst mag gaan nemen van de rest van zijn ploeg. Maar die moet daar voor een heel eind komen lopen. Leroy Ver. Met een actie die doet denken aan de actie van Robben eerder deze week in Engeland. 5 verschillende doelpuntenmakers bij Twente. Om aan te geven dat de ploeg ook op dat gebied over voldoende kracht beschikt. Niet afhankelijk is. Hier komt misschien 2-5. Ja, Toivonen. Michailov een beetje op het verkeerde been. Een onachtzaamheidje bij Twente achterin. Brama. Krijgt zelfs zitten die bal nog bij hem mee spelen. En Jansen, ja hoor. Die is nog wel goed voor de zesde, denk ik. Willem Jansen. Willem Jansen. 2-6. Willem Jansen. Afkomstig van Rode JC. Waar hij ook al indruk maakte. Met dit soort rushes. Uiterst efficiënt. En 4 minuten voor tijd is het gat weer 4. Uiteraard boegeroep, want de wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven. Maar daarmee zouden we FC Twente meer dan tekort doen. Een geweldige demonstratie voor rust van de ploeg van McLaren. En uiteindelijk koerst Twente naar een schitterende 6-2 zege in Eindhoven.